Bonjour, je m'appelle Stéphanie, je suis 11 ans. J'ai 11 ans. De film gaat eigenlijk over een coach en een gymnast, dat het niet altijd even goed gaat, maar soms ook wel heel goed. En ik train zelf al 10 jaar, dus dat was wel makkelijker om mij in die rol in te leven. Bon, tac, tac, du. Voilà, dat was goed. Oké, heel goed. Er zijn eigenlijk best wel veel gelijkenissen tussen de coach van de film en de coach in het echt. Want soms zijn die heel streng en dan heel lief. Die zegt waar je aan moet werken, maar die zegt ook wel dat je het goed gedaan hebt of niet gedaan, goed gedaan hebt. Ja, doe het op het gevoel iets meer terug. Voilà. Ja, niet te veel zo verkrampen gaat niet lukken. Ja, dat moet soepel zijn. Het is de eerste keer dat Charlotte meespeelt in een film, maar die is wel meteen geselecteerd voor het beroemde filmfestival van Cannes uit meer dan 8000 inzendingen. Ja, dat vind ik wel heel cool dat die geselecteerd is uit zoveel films, want dat had ik ook niet verwacht. In het begin wist ik nog niet eigenlijk zo goed wat Cannes was, maar nu weet ik dat eigenlijk wel al een beetje, dus ja, nu besef ik het wel een beetje. Pas in de herfst weten we of de kortfilm ook echt een prijs wint. Intussen kijkt Charlotte vooral uit naar haar turncarrière. Het liefst blijf ik gewoon altijd turnster, maar als er dan echt een mega leuke rol komt, kan ik daar wel eens over nadenken, maar momenteel is dat niet echt mijn ding. Hallo, de video heb je al bekeken? Dikke merci en nu de video nog liken. Ja. Daar beneden zo. Ja, en hier vind je nog veel meer video's. Abonneer je snel op ons kanaal om niets van Karrewiet te missen.